De animo is zeer groot. We hebben een wachtlijst voor de cavia's, een wat grotere wachtlijst dan voor de muizen en de ratten. Dus mensen zijn erg enthousiast. Ja. Ik vond het heel fijn, want dan kun je zien hoe een rat nu eigenlijk is. Want ik had er nog niet echt ervaring mee. Dus dan kun je zien wat er komt kijken en of je het toch wilt houden of niet later. En waarom ga je ze dan terugbrengen en koop je geen nieuwe ratten? Wat is de reden? We hebben zelf twee honden, waarvan één een jachthond echt. En we zijn daar best wel bang mee dat de jachthond, stel dat hij een van de ratten pakt. Dat is natuurlijk, dat wil je niet. Plus ik ben ook best wel druk met school en mijn zusje ook best wel. Dus of we dan echt, want er komt best wel veel bij kijken, het schoonmaken en elke dag voer en water geven. Dus om dat vol te houden. Daar weet ik niet of we dat wel vol kunnen houden. De vervolgstap is dat ik meerdere kinderboerderijen ga warm maken buiten die uit Os en uit Gelderop. Om ook dieren te leasen. Want ik krijg nu best veel aanvragen ook van niet alleen hier uit de buurt. En ik hoop dat andere kinderboerderijen het ook gaan oppakken. Het is op zich niet heel veel werk. Dan moet één iemand zich er even hard voor maken. De flyers en de folders. En de diploma's, het bestand ligt er. We hebben een grafisch ontwerpster die dat zo kan implementeren, zeg maar. En ja, we hopen dat andere kinderboerderijen dit gaan oppikken. Dat zij dit ook gaan doen. Zowel hier in de omgeving als meer richting Utrecht, in het westen en in het noorden van het land. En mis je ze ook nou een beetje, de ratten, nu ze er niet meer zijn? Nou, ik denk best dat we ze misschien wel zullen missen. Ja. Want het waren wel hele lieve beestjes. Want ze hebben ook totaal niet gebeten of zo. En ze gaan meteen op je schouder zitten. Nee, we hebben er heel erg van genoten. We vonden het toch wel heel erg leuk.